We zijn bamboezeld. We zijn misleid. In de steek gelaten. Verraden. En dan nog wel door onze eigen minister van Onderwijs, man. Door Ben Weitz. Hij heeft net getweet. Welkom, nieuwe volgers. Hopelijk werden jullie niet verleid door de tweets van de laatste uren, want dat was ik dus niet zelf. Dit komt als een shocker. Ik dacht dat ik er een fan bij had. Maar de minister van Onderwijs laat hier dus weten dat het blijkbaar niet hij zelf was die deze dingen had getweet. Nu, voor de mensen die niet weten wat er is gebeurd. Gisteravond is het Twitter-account van meneer Ben Weitz gehackt. 2 keer. Daardoor heb ik nu dus wel een follow gescoord van deze man. Terwijl dat ik hem zelf niet eens volg. Yes, dat is een big win, man. Heb ik gewoon ook even kunnen DM'en met hem. Ik zei van, yo. Hij zei, yo. Ik zei, subscribe op mijn YouTube-channel. Hij zei, broer, met dat een foto erbij dat hij effectief gesubbed is op mijn YouTube-channel. Ik zei, lo. Hij zegt, zal ik tweeten, subscribe op EC2. Ik zag no fuck it. Ik zag no fuck it op zijn verzoek om te tweeten dat iedereen zou moeten subscriben op EC2. Alles wat er is gebeurd in deze video is niet fake. Alles wat ik toon is echt. Maar bij deze wil ik dus toch even zeggen, voordat alle journalisten mij ineens gaan afschilderen als promotor van hacking. Of misschien als kindermishandelaar, snap je? Dat zou ook gewoon hier uitgetrokken kunnen worden door het laatste nieuws. Hack geen profielen van bekende mensen, of politicussen, of ministers, om dan mijn channel te promoten op hun account. Doe dat alsjeblieft niet. Ik sta daar helemaal niet achter. Ik support deze acties niet. Ik vind het grappig, ja, ik vind het ook cool. Maar ik support deze acties niet. Nog 1 keer voor de journalisten van het laatste nieuws. Ik support deze acties niet. Niet. Dat betekent dat ik niet support, ja? Ik support het niet. Dus wat is er precies gebeurd? Gisteravond om 12 uur was ik gewoon rustig League of Legends aan het spelen met mijn mattie, snap je? Een beetje aan het lullen in de Discord chat. Een beetje dom aan het doen. Een beetje manly shit. Beetje noobs aan het neuken. Krijg ik ineens een bericht van mijn vriendin. Van yo, check op Twitter-account van Ben Weitz. Hij had getweet, love acid. Superveel mensen interpreteerden dat alsof dat ging over LSD. Maar het was dus wel naar mij gerecht. Want toen reageerde ik op die tweet en reageerde hij hartjes. En dan is hij mij beginnen volgen. Dan opeens liep de woordvoerder van meneer Weitz weten dat het opgelost was. Dat al de tweets terug weg waren. En inderdaad, de tweet was weg. En dan een half uur later krijg ik ineens weer berichten van iedereen van yo, hij is weer gehackt. En toen had hij getweet, niet love acid, omdat dat nogal een onduidelijke tweet was. Toen had hij getweet, love acid, niet de drug. En alsof dat dan nog niet genoeg was. Hij dacht ook aan mij, want hij, ik support dit niet. Hij had ook de beschrijving van het Twitter profiel veranderd naar acid is niet responsible. En dat vind ik hard, man. Daarin support ik de hacker toch wel. Hij heeft hier een duidelijk bericht naar voren gebracht. Dat ik hier niet responsible voor ben. Snap je? Ik mag dit grappig en cool vinden. Ik support dit niet. Yo. Nog 1 keer ja, doe dit niet. Hij heeft dus zijn account terug. Hij volgt me nog steeds. Ik denk niet dat hij gezien heeft dat hij me volgt. Maar hey bro, joehoehoe. Het leukste aan dit allemaal was dus echt wel de comments onder de tweets die geplaatst werden. Meestal als er een bekende persoon gehackt wordt, zetten ze allemaal rare dingen op zijn Twitter profiel. Bij meneer Weitz is het dus gewoon gebeurd om mijn YouTube channel te promoten. Zodat ik zo snel mogelijk die 450.000 abonnees heb. En om de site van mijn merch te pluggen. En om allemaal fan art eronder te posten. Check boys. Ik support dit niet. Doe dit niet. Bedankt. De krant zocht het ook zo ver. Ze willen duidelijk niet toegeven dat dit om mij ging. Er staat vreemde activiteit op de Twitter-account van de Vlaamse minister van Onderwijs, Ben Weitz. Daar stond vanavond gedurende zo'n 45 minuten het bijzondere bericht Love Acid. Acid is een andere term voor de psychedelische drug LSD. Kort nadien verscheen er nog een ander bizar bericht. Volgens mij heeft de hacker zelf de eerste tweet Love Acid weggedaan, omdat te veel mensen dachten dat dit over LSD ging. En dan heeft hij erbij gezet, niet te druk. Dus ik snap niet zo goed waarom de woordvoerder dan zei van yo, we hebben het gefixt, de hacker is weg. Het heeft er nog tot deze morgen opgestaan. Hij heeft zijn account nog maar net terug. Politici in België hebben niet eens een 2-staps-verificatie op hun accounts. Als het zo makkelijk is om erin te komen en zo moeilijk is om het terug te krijgen, dan is het voor mij duidelijk, snap je? Zijn wachtwoord was gewoon lol 1, 2, 3. Of Weitz 2, met hoofdletter W. Als politicus moet je toch checken voor een moeilijker wachtwoord, man. Dit kan toch niet. Nadat de 2 eerste bizarre berichten weer verdwenen waren, verscheen een nieuwe tweet, I love acid, niet de drug, luidde het daarin. Naar welke acid de hacker dan wel verwijst, is niet duidelijk. Bro! Bro!
Come on! Ik vraag hier geen erkenning omdat ik dit gedaan heb. Ik heb dit niet gedaan. Dat we waarschijnlijk toch even de minister zijn aandacht hebben. En hij waarschijnlijk naar deze video gaat kijken. Yo! Check eens beter naar de fucking studenten, man. In plaats van video's op te nemen met Celine en Michiel over honden. Je laat de studenten van het hoger onderwijs zwaar in de steek, man. Ik zie het zelf in mijn directe omgeving. Ik weet dat het niet makkelijk is in corona om hier beslissingen over te nemen. Maar yo, je stopt er niet genoeg tijd in, man. Ze voelen in de steek gelaten, je geeft hun geen antwoorden. Ze weten gewoon niks. En dat is niet the way. Je bent de minister, je verdient bakken geld. Het is niet zo moeilijk om een beetje info te geven, man. Ik bedoel, de hacker van je Twitter-account heeft gisteren betere tweets gezet dan je in de afgelopen jaren. Dus yo, de hacker heeft gewoon een betere dienst gedaan als een persoon met uw mandaat dan uzelf. Bro, come on. Ik weet dat u niet direct iedereen terug naar school kan sturen, maar ze voorzien van een beetje info is volgens mij niet zo misplaatst. Dus bij deze meneer White, doe uw job. In plaats van vlogs te maken met Celine en Michiel Mahouno. Voor de rest vind ik het dus belangrijk dat ik er nog één keer bij vermeld. Dat ik hier niet achter sta. Ik vind dit grappig. Ja, ik blijf erbij. Ik vond het leuk gisteravond, man. Er stonden leuke berichten onder. Ik heb gelachen. Woehoe! Oh ja, het is leuk. Eenmalig. Ik heb me wel geamuseerd gisteravond. We hebben hier hot mee gelachen. Daar blijft het ook bij. Snap je? Ik denk ook niet dat de hacker iets verkeerd heeft gedaan. Of dat hij slechte dingen gaat tweeten ofzo. Iedereen wil gewoon dat ik zo snel mogelijk die 450.000 subs heb. Zodat het liedje zo snel mogelijk vrijkomt. En daarvoor moeten alle middelen ingezet worden. Maar soms moet ik dan zeggen van, yo, hey, er is a little too much, man. Zeg, bedankt voor de promo, though. We weten nu dus ook dat Ben White geen fan is. Jammer. Misschien moeten we bij video's eens een kans geven, man. Ze zijn wel oké. Okay. Hey, bedankt om te kijken naar deze video. Ik support dit niet. No! Ik heb het ook niet gedaan. Yo, en eerste artikel, yo. YouTuber Acid hackt pro, no! YouTuber Acid support hackers, nee! YouTuber Acid zet zijn kijkers aan om minister te hacken, no! Ik ben de krant hier op ideeën aan het brengen, man. Yo, het laatste nieuws, chill the fuck down. Hey, bedankt om te kijken naar deze video. Ik hoop dat je het leuk vond. Tot de volgende keer, man. Tot morgen. Yo, yo! Check the bomb.